Goedemorgen allemaal, we zijn hier in Accra, bijna live, want het is vandaag vrijdag. We houden een conferentie in Accra met onze producenten, waarbij we ze proberen op een of andere manier voor te bereiden op, op de conferentie later dit jaar, dit werkjaar, in het voorjaar van 2016. We zijn eigenlijk aan het proberen om te kijken of we met hen een gezamenlijke agenda kunnen opstellen. En dat was eigenlijk heel erg boeiend. We hebben in het begin van de conferentie hebben we hen gevraagd van wat zijn de elementen die jullie, als jullie later naar die internationale conferentie gaan, die jullie graag besproken zouden zien. En daar kwam heel spontaan, ja, de boeren hebben een betere prijs nodig. Bij iedereen. Heel boeiend om te zien dat als we op het einde van onze mini-conferentie, als we hen vroegen van kijk, wat zijn nu jullie prioriteiten, dan was het eerste dat ze zeiden, dus niet meer die betere prijs. Dat is helemaal van de tafel geveegd. En de essentie was nu dat ze zeiden, ja, we hebben eigenlijk nood aan één stem. Dus eigenlijk met z'n allen, wij producenten moeten met één stem naar buiten komen. Dus daar gaan ze eigenlijk, gaan wij in de mate van het mogelijke daar kunnen in begeleiden. En dan twee elementen die ik er graag nog uitpik, omdat het een oproep is, een beetje gericht aan ons. Dus wat ze heel graag zouden hebben is dat via de internationale discussies dat we ertoe zouden komen om in het eigen land, dus bijvoorbeeld in Ivoorkust of in Ghana, een debat te kunnen gaan voeren over de inkomsten die de staat heeft vanuit de cacao en wat er met die inkomsten gebeurt. Wat voor ons ook boeiend zou zijn, omdat we op die manier misschien wel een zicht kunnen krijgen op de belastingen die degenen die toch wel behoorlijk wat verdienen uit die chocolade, welke belastingen die betalen in die landen. Dus dat willen zij eigenlijk heel graag vanuit de internationale fora op de agenda van hun eigen overheden. En het tweede, dat is ook heel erg prettig voor ons om te horen, dat ze eigenlijk wel een vraag hebben van bij de iets grotere producenten om campagne te voeren tegen de tariefmuur die we vanuit de Europese Unie voeren. Bijvoorbeeld Ecokim. Ecokim is eigenlijk onze partner van bij wie de cacao komt voor onze nieuwe chocolade. Ecokim staat eigenlijk op het punt om zelf te kunnen gaan verwerken. Maar als ze zelf zouden verwerken, dan komen ze met lopen ze tegen een tarief van tegen 10-15% aan. Dus dat gaat eigenlijk nooit lucratief zijn. Vandaar een hele warme oproep. Voer alsjeblieft actie in jullie Unie tegen dat soort zeer belemmerende tarieven. Werk op de plank voor Oxfam Wereldwinkel, zou ik zeggen.